Dit is een uitwerking van opgave 45 van de voorbeeldtoets 2F van 2016. Wil je de opgave eerst zelf maken, zet dan de film stil om de opgave te maken en kijk daarna verder. De vraag is hoeveel tegels er nodig zijn om de bodem van dit zwembad te betegelen. Je kunt hiervoor een tekening maken en alle tegeltjes uittekenen, maar dat wordt heel ingewikkeld. We kunnen ook de oppervlakte van het zwembad. Delen door de oppervlakte van het tegeltje. De oppervlakte van de bodem van het zwembad is lengte keer breedte. 8 keer 16 is 128 vierkante meter. Als we dit in meters doen, moeten we het tegeltje ook in meters doen. 20 centimeter is 0,2 meter. De oppervlakte van een tegeltje is dus 0,2 keer 0,2. Is 0,04 vierkante meter. Nu kunnen we de oppervlakte delen door de oppervlakte van een tegeltje: 128 gedeeld door 0,04 is 3200 tegeltjes. En dat is het aantal tegeltjes dat er nodig zijn.